Ik schenk jou een ster, gezongen door Louis Zia. Ja. En nu zeg ik het goed. Ja, zeker. Ja, zometeen bellen we overigens ook nog met onze Monique uit Limburg. Maar goed, we werken eerst even dit gesprekje af. Louis Zia, luister, dit album, een jaar geleden heb je dit gemaakt. Ja. Hoe ga je daar aan werken? Hoe kom je aan het idee? Hoe zoek je de liedjes uit? Want ik kijk achterop op je hoesje. Daaraan heeft ook nog meegewerkt Jerry van der Veken. Ja, zeker. Ja, ja. Hoe kom je met zo'n man in aanraking? Want Jerry, ja, wij kennen hem persoonlijk ook. Ja, daar is toch een man die begint ergens aan en die laat je niet meer los, hè? Nee, ja. Ik heb er toch enkele jaartjes mee in contact geweest eigenlijk. Dat is eigenlijk ooit begonnen ook met ook naar heel veel artiesten gaan te kijken. En zo zijn wij eigenlijk met hem in contact gekomen. Dus, maar nu de laatste tijd, via mijn gezondheidsredenen, hebben we gezegd van we gaan een keer een andere weg inslagen. Mm-hmm. Dus we zijn nu eigenlijk zelf op ons eigen terug veel bezig. Ja. Je hebt een nare tijd gehad, afgelopen tijd, ja. Louisia. Je krabbelt nu weer helemaal terug. Hoe pak je dat dan weer aan? Want ja, ik neem aan toch na zo'n stille periode, want ja, goed, persoonlijk weet ik ook wel wat het allemaal inhoudt als je wat meemaakt. Mm-hmm. Je moet terugkomen, je maakt wat mee. Het is allemaal best wel moeilijk om dan weer de juiste weg, het juiste padje te vinden om weer, ja, toch weer te doen en te willen doen, te gaan doen wat je wil doen graag. Hoe pak jij dat aan? Waar pak je het knoopje weer op om te zeggen van dit knoopje hou ik vast? Ja. En daar trek ik me aan op om die goede weg weer te vinden. Ja, dus het is wel zo dat ik eigenlijk thuis zelf ook altijd nog veel bezig gebleven ben eigenlijk. Dus ook omdat je dat ook heel graag doet en zo. Dus en dan uiteindelijk zijn wij beginnen meer contacten te krijgen met Nederland, met de Kruisland, met de commerce, met de mensen van de commerce en zo. En zo hebben wij eigenlijk contact genomen, gekregen met Hans. Dus bij ons heb ik dan ook al een keer of twee een optreden gehad. En ook in Kruisland deden ze... Je bedoelt Hans van Aalst? Hans van Aalst, ja. Dus in Kruisland was dan ook regelmatig een battle. Dus daar heb ik ook al meegedaan eigenlijk. Constant en zo. En zo eigenlijk zijn ik terug beginnen eigenlijk wel echt los te komen. En hebben we dan gesproken van dan een nieuw eigen nummer te laten maken. En ook bij Danny D'Amaro ben ik ook blijven regelmatig gaan zingen eigenlijk. Dus en zo is het eigenlijk allemaal terug losgekomen en hebben we dan contact genomen terug met André Kooijman. En plus, ik ben nu eigenlijk, zijn we terug met een viertal nieuwe eigen nummers. Die dat, momenteel kom ik daar nog niet mee naar buiten, daar zijn we mee aan het werken. En ik ben eigenlijk ook nu nog met extra een bijschaven met privézangles. Nou heb je vorig jaar een album gemaakt, daar staan 11 stukken op. Die tekstideeën, als je een tekstidee hebt, hoe haal je zo'n idee naar boven? Waar haal je de ideeën vandaan? Ja, werk je daar zelf aan? Ja, ik werk daar heel veel zelf aan. Ik kijk heel veel op YouTube en zo naar de Duitse slagers eigenlijk. En zo, zo spreken we daar dan over van welke tekst gaan we nemen. Dan zetten ze dan een Nederlandse tekst op. En als je dan zo'n tekst hebt, die laat je dan zelf uitwerken of doe je daar zelf iets aan? Of? Nee, dat laat ik zelf uitwerken, ja. Ja. En dan ga je naar André Kooijman of naar Danny D'Amaro, die doen dat dan voor jou? Ja, dus nu volop ook Danny D'Amaro en hij schrijft dat dan en dan bekijken we dat. En tot nu toe lukt dat heel goed. We hebben klaarstaan uit jouw album De Zon Kan Wel Wachten. Ja. Wat bedoel je daarmee te zeggen? Want je hebt een nare tijd gehad. Ja, maar dat is eigenlijk oorspronkelijk ook een liedje van... Wacht, dus even kijken. Ja? Helena Fischer. Helena Fischer. Ja. En dat is een liedje eigenlijk van haar. En daar hebben we het dan in het Nederlands opgezet. En die, dus,
vertaal je dat dan, maak je dan op zo'n melodie een nieuwe tekst of probeer je de tekst te vertalen? Ja, dat is eigenlijk echt de vertaling van het Duitse liedje. Van Helene Fischer? Ja. De zon kan wel wachten. Dit is Zaterdag Matinee met uw centrale presentatie.